Bonjour et bienvenue à Alkmaar, de vierde oefenwedstrijd van AZ in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hier in zomers Alkmaar tegen Lille, de nummer 4 van het afgelopen jaar in Frankrijk. Het geldt als afsluiting van trainingskamp dat AZ afgelopen week heeft gehad in Epe. Het is op jacht naar doelpunten en daarom is de rentrée van Myron Boadou belangrijk. Hij werd net al in beeld gebracht, de nummer 9, de spits. Hier de opstelling verhulst in het doel omdat Marco Bizot, die gisteren nog wel meetrainde, ziek is geworden. Verder niks ernstigs, maar hij dus vandaag afwezig. Voor de rest de bekende namen achterin en op het middenveld. En voorin is het plekje dus voor Stengs ten koste, of voor Boadou ten koste van Evjen, die vorige week of afgelopen woensdag nog tegen Zwolle in de baas start als rechtsbuiten. Nu staat Goedmotsel daar meteen de eerste kans voor Lille. Goed doorgaan van Bamba, de 24-jarige linkeraanvaller. Het zou wat zijn binnen 10 seconden. Lille met twee heuse Europees kampioenen in de ploeg. Fonte, de 36-jarige centrale verdediger, en Renato Sanchez, de middenvelder, 22-jarige Portugees. Die wonnen 4 zomers geleden op het Europees kampioenschap in Kolkenstade de France van Frankrijk. Hier met nummer 18 op de rug gezien op het middenveld, Renato Sanchez. En captain Fonte, 36 jaar inmiddels. Hij leidt zijn ploeg van achteruit. Sanchez met de opening naar de rechterkant. Ikoné met een balletje tussendoor op Bamba, maar dat wordt goed doorzien. Opvangen weer van Araujo, de Braziliaan. Rechts buiten. Renato Sanchez, hij dus het brein van de club. Vlak voor het Europees kampioenschap van 2016, toen hij 18 was in de EK-finale. Ik weet niet wat u deed toen u 18 was, maar Europees kampioen worden, dat is wat anders. Hier Idrissi met de eerste kans voor AZ. Boadou mee naar de tweede paal. Idrissi komt naar binnen, daar Dani de Wit komt de teenlengte tekort. En rustig wegwerken door Fonte. Daar AZ ook meteen gevaarlijk. Een plezierige eerste anderhalve minuut hier in Alkmaar. Verhulst. De stand-in dus van Marco Bizot. En hier Sven Botman. Hij maakt zijn debuut vandaag bij Lille. Speler die overkwam van Jong Ajax. Want hij heeft nooit een minuut gespeeld in Ajax 1. Afgelopen seizoen was Botman natuurlijk verhuurd aan Heerenveen. Waar hij indruk maakt in de Eredivisie. Daar Braderic, die gelooft er nog in, de linksback met nummer 29. Maar laat hem corner gaan voor Renato Sanchez. Hier Braderic. Eerste hoekschop van de wedstrijd dus voor Sanchez. Die over werd genomen van Bayern München vorige zomer. Verhulst die iedereen neer heeft gezet in het strafschopgebied. Goedmondson. Niet te belopen voor Wijndal. Ikoné. Niet te halen voor Sanchez. Wel een duimpje voor hem. Svensson. Verhulst. Net voor het instormen. Jeremy Pied, de rechtsback die hem terugspeelt op Mena, de doelman waar veel om te doen is deze dagen, is in beeld bij Chelsea om de duurste keeper ter wereld af te lossen. Kepa Arrizabalaga. Die voldoet niet voor de ploeg van Frank Lampard. En Mena is samen met Onana een van de gegadigden. Kijken of hij vandaag de nul kan houden tegen AZ dat op jacht is naar doelpunten. Nog niet gescoord deze voorbereiding. Pied op Araujo. Braziliaan die de bal te ver voor zich uitspeelt. En dan slim gedaan van Klaasie die de bal tegen hem opspeelt. Koop Meijners, hij weer noodgedwongen links centraal achterin.
nood dus bij de Alkmaarders achterin. Met de blessure van Vlaar, die overigens wel weer in training is. Hatzidiakos, die natuurlijk al sinds november uit ligt. Die wordt in september of oktober weer terug verwacht. Pantelis Hatzidiakos, Grieks international. En AZ dus nog op jacht naar een opvolger voor Stijn Wuiters, links centraal achterin. Mietje Gudmundsson. Vorig jaar lang buitenspel gestaan met een enkel blessure. Tegen PEC Zwolle mocht hij nog in de punt van de aanval, Gudmundsson. Maar nu dus weer plaatsgemaakt voor Boadou, die nog altijd wacht op zijn eerste bruikbare bal. Wijndal. Zoals we van hem gewend zijn, mee naar voren. Klaasie niet groot, maar wint daar toch het kopduel. En even terug tot die 27-jarige sluitpost Hobie Verhulst. Die overkwam van Go Ahead Eagles, waar hij twee seizoenen eerste keeper was. Mietje, vorig jaar in het spelen van het jaarklassement van Voetbal International, als derde geëindigd achter Mohamed Iataren, de middenvelder van PSV. En de verrassende winnaar, Sergio Peña, de Emmenaar. Verder in de top 10 ook Teun Koopmeijers. Die natuurlijk ook een uitstekend seizoen had als captain van AZ. Zowel links achterin inzetbaar als zijn favoriete middenveld hier, Koopmeijers. Idrissi, wat kunnen we van hem verwachten nu Boadou weer terug is? Gudmundsson is niet te belopen. Gudmundsson die door Heerenveen naar Nederland werd gehaald als jeugdspeler. En als jeugdspeler al snel werd overgenomen door PSV, waar hij tot een handvol wedstrijden in het eerste kwam. Maar voornamelijk toch in jong PSV speelde. Albert Gudmundsson. De Fransen met twee spelers voorop. Onder andere Burak Yilmaz, de Turkse aankoop aan winst, transfervrij overgekomen van Beşiktaş. 35 jaar geworden deze zomer, Turkse sluipschutter. Hij moet de doelpunten van Osimhen vervangen, die voor 80 miljoen vertrok naar Napoli. Over dat soort bedragen hebben we het bij Lille. Met nummer 17, Yilmaz. Veelvuldig Turks international. Met zijn eerste basisdebuut mocht wel afgelopen woensdag invallen. Tegen Excelsior Mouscron. Nu dus hij samen met Sven Botman in de basis. Hier in Alkmaar. Renato Sanchez. Even de versnelling. Bradaric. De jonge Kroatische back van 20 jaar. Ja, Lios, een mooie mix van ervaring met Yilmaz, met Fonte achterin, met André en Pied. En ook veel jeugdig talent, waaronder dus deze Sven Botman voor om en nabij de 8 miljoen overgekomen van Ajax. Veelbelovend, werd ook in Frankrijk gepresenteerd als de verdediger van Oranje onder 20. Lille heeft een grote fanbase, onder andere op Twitter al bijna 750.000 volgers. En een begroting van 110 miljoen, bijna vier keer zoveel als AZ. Even om de grootte van de club te duiden. Hier Yilmaz, kan hij draaien en schieten? Ja, maar naast, via een voetje van AZ. Burak Yilmaz, tweevoudig topscorer in Turkije, dat is overigens wel al wat jaar geleden. En aan hem om in Frankrijk te laten zien dat hij dat nog niet is verleerd, dat scoren. Werd in zowel 2012 als 2013 bij Galatasaray topscorer van de Turkse competitie. Met respectievelijk 33 en 24 doelpunten. Sanchez. Onder andere Botman mee naar voren. Daar komt Botman. Maar komt de bal op het dak van het doel. Geen gevaar voor Hobie Verhulst en de zijne.
Liel dat inzakt bij de doeltrap. Laat AZ daar maar een balbezit. En, ze gaan verdedigen van halverwege de helft van AZ. In een 4-4-2 formatie. Mietje opgejaagd door Renato Sanchez. Waardoor Koopmeiners vrouw en kinderen eerst heeft. Een bal over de zijlijn roeit. Bradaric, de linksback. Svensson die daar dat duel wint met Burak Yilmaz. Echt een grote meneer in Turkije. In de nadagen van zijn carrière. Pied. Richting Ikoné, Frans International sinds eind vorig jaar. Renato Sanchez met de opening op Bradaric. De linksback die de bal niet in de ploeg kan houden. Was ook een lastige bal. Gudmundsson in combinatie met Boadu. Daar gaat Idrissi. Mooie bal. Idrissi met Pied in achtervolging. Idrissi met de goal. Nee. Het is Maignan. De doelman die hier de nul houdt. Hier was AZ op weg naar de eerste goal van de voorbereiding. Maar Idrissi stuit op die gewilde doelman van Liel. Grootste kans van de wedstrijd. Het is die eerste 11 minuten zeer vermakelijk. Liel dat natuurlijk binnen 10 tellen al voor Verhul stond. Daarna AZ. En dit was toch de grote mogelijkheid. Goede bal vanaf het middenveld. Mike Maignan. Vorige maand 25 geworden, de Franse doelman. Wijndal richting Boadu in gevecht met Fonte. Die 36-jarige Portugese routinier. Die overigens in november gewoon nog de laatste interland van Portugal 90 minuten speelde. Belangrijk dus, Fonte. Rechts centraal achterin. Naast Sven Botman. Koopmeiners opgejaagd door Yilmaz, maar niet met al te veel intensiteit. Lewin. De Wit. Nu laat AZ bij het eigen strafschopgebied rustig rondspelen. En nu wordt er dan druk gezet op Leeuwin. Fonte die dat doorziet. Bal komt niet aan. Bradaric. Druk gezet door Boadu. Slim van die jonge aanvaller die daar een hoekschop verdient. Myron Boadu. Goede actie. Hij is terug. Zijn laatste wedstrijd speelde hij 7 maart. AZ ADO Den Haag. 5 maanden geleden. 5 maanden een dag. Myron Boadu. Hoekschop uiteraard vanaf rechts met links genomen door Teun Koopmeiners. Daarachter het doel mooi te zien. De staattribune die in aanbouw is. Voor wanneer er straks weer supporters welkom zijn in het stadion. Lewin kan koppen. De Wit kan koppen. Maar Botman kopt weg. Het is broeierig warm hier in Alkmaar. Maar vooralsnog een vermakelijke pot. Klaasie krijgt veel ruimte om te draaien. Dani de Wit, die veel naar de zijkant uitwijkt. AZ natuurlijk met een punt op het middenveld. Klaasie links controlerend, Mietje rechts controlerend op het middenveld en Dani de Wit op 10. Deze paas voor Klaasie is lastig.
voor Svensson. En dus geeft Slot de bal voor de inworp. Bradaric, de linksback. Dat is nummer 29. Botman. Gudmundsson, behendig. De IJslander. Alleen dan is de paas slordig, maar de scheidsrechter had al gezien dat hij werd gehinderd. Jafar Afuala is de arbiter vandaag in het lichtblauw. Klaasie. Maar nu naar voren. Mietje kan daar niet bij. Boadou gelooft er nog in. Maar linksback Bradaric speelt terug op Menon. Renato Sanchez. Links wil Bamba de bal. Die krijgt hem ook. Bamba. Voor het doel onder andere Ikoné. Maar ook Yilmaz wil de bal bij de tweede paal. Maar Sanchez heeft daar geen oog voor. Renato Sanchez. Over 10 dagen wordt hij 23 jaar de Portugees. Die in zijn periode bij Bayern München nog tegen wil en dank werd verhuurd aan Swansea City. Zag dat zelf absoluut niet zitten. Maar de recordmeester had daar geen boodschap aan. Had hem namelijk voor 35 miljoen ingelijfd toen. Zomer van 2016, die Renato Sanchez van Benfica. Waar hij dat jaar was doorgebroken. Dani de Wit. De vorige wedstrijd hier in Alkmaar tegen Genk kreeg hij een aantal mogelijkheden in de eerste helft. Legde de bal wel in net, maar deed dat vanuit buitenspelpositie. Hier dan Boadou. Maar goed opgelost door Botman. De een die zijn rentree maakt, Boadou. En de ander die zijn debuut maakt, Botman. In duel. Jérémy Pied. 31-jarige rechtsback. Botman met de bal richting Ikoné. Maar daar zit Leeuwin goed tussen, verhulst. Doelman uit Amsterdam. Die dat voetballend oplost. Dani de Wit aan de rechterkant de bal. Krijgt hij hier ook. Arne Slot geeft hem aan vooruit. Dat zei hij afgelopen week ook. De oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle. Die al een stuk beter was dan tegen FC Utrecht. Maar Utrecht werd natuurlijk met een gemengd team gespeeld. Zowel de eerste als de tweede helft. Het is ergens wel verklaarbaar dat het vooral voorrust eenrichtingsverkeer was. Maar de coach was vooral ook niet te spreken over de intensiteit die toen op de mat werd gelegd. Dus afgelopen woensdag tegen PEC Zwolle een stuk beter. AZ had overwicht, maar werd weinig gecreëerd. Gudmundsson die één keer gevaarlijk voor het doel kwam. Vlak voor tijd Abouglet die de bal schitterend op de lat krulde, maar... Ja, uiteindelijk moet AZ natuurlijk wel gaan scoren met oog op die voorronde van de Champions League. 25 of 26 augustus staat met rood in de agenda. Dat is de miljoenenwedstrijd van het jaar. Over 17 of 18 dagen. Dan moet AZ er dus staan in één wedstrijd tegen of Besiktas of Rapid Wien of
Victoria Pielsen. Dan is Goedmondsson op de grond gaan liggen bij de middenlijn. Zit aan zijn knie. Dat ziet er niet goed uit. Voor de IJslander. Vorig jaar lag hier dus maanden uit met een enkelblessure. ...23 jaar. Moet even onder handen genomen worden. Door Martin Cruijff, de verzorger van AZ. Al jaren. Dat betekent dat de andere spelers even een drinkpauze kunnen nemen. Sowieso zou die op het programma staan met deze hitte. Je kunt je abonneren. Als je dubbel klikt op het belletje, dan mis je niks aan updates van AZ in deze voorbereiding. Richting dus die wedstrijd van de waarheid. De voorronde Champions League 25 en 26 augustus. Volgende week een ander mooi affiche. Nu natuurlijk Lille, de nummer 4 van afgelopen jaar in Frankrijk. Volgende week komt AS Monaco hier op bezoek. Om 6 uur is die wedstrijd. Monaco, de afgelopen jaren vooral bekend natuurlijk door Kylian Mbappé die daar vandaan komt. Die speelt daar inmiddels niet meer, maar dat zal u niet ontgaan zijn. Daar ook Joost van der Hoek, de clubarts die erbij is komen kijken. Goedmondsson zit wat aan zijn knie. Is dit al het vroege einde voor Goedmondsson? Abouglet heeft warm gelopen. Of die loopt zich warm. De buitenspeler. Rechts buiten, daar links in beeld. Nu is de vraag of de jonge IJslander door kan. Albert Goedmondsson. De inworp resteert, terwijl Goedmondsson nog even watertje neemt. Even overlegt, is het handig om hem er weer in te brengen. Martin Cruijff geeft aan dat het kan. Dus gaat Goedmondsson zo meteen terugkomen als de inworp genomen is. Wijndal, de Wit verlengt, maar bal bezit weer voor Lille. Daar is hij terug in het veld. Meteen opjagen en de bal veroveren. Albert Goedmondsson. Zo lig je op de grond voor een ogenschijnlijk wat minder plezierige blessure. En zo herover je de bal meteen. Halverwege de eerste helft. Een flitsende start van beide kanten. Grootste kans tot nu toe voor Idrissi. Die alleen opdook voor doelman Mena. Maar zoals de stand doet vermoeden. Kreeg hij de bal niet achter de Franse doelman. Dus nog altijd de zonnebrilstand in Alkmaar. Hard ingaan van Dani de Wit. Maar de inworp wel voor Bradaric. Pied. Richting Ikoné. Ikoné, ja. Ikoné is voorbij Koopmeiners en schuift de bal voorbij de tweede paal. Grootste kans voor Lille. Ikoné in minuut 24. Komt goed naar binnen. Is Koopmeiners kwijt. Maar schuift de bal langs de verre paal. Daar ontsnapt AZ. Pied, wat voet betekent in het Frans, met het hoofd dit keer. Wijndal. Op avontuur. Dus
zoals we hem kennen. Op zijn best. Owen Wijndal. Mooi balletje richting Balladou. Maar deur dicht gegooid door Botman. Wijndal. Goed teruggehaald. Met Arugo tegenover zich, de Braziliaan. Dan is het een doeltrap. Goed weer die tandem aan de linkerkant. Wijndal en Idrisi. En tot nu toe is het spel hoopvol. Maar dat was het tegen PEC Zwolle ook. Voordeel is dat vandaag wel de kansen creëert tot nu toe. Maar nu moet er ook gescoord gaan worden. Ik zou bijna zeggen, als je zulke kansen blijft creëren, dan moet dat goed komen. Sanchez. Daar gaat Bamba, maar die had al een voorsprong van een paar meter, omdat hij buitenspel stond. Mietje. Met een zeldzame misser schuift de bal zo in de voeten van André. Koenmotson met een voorzet. Ja, heel aardig. Maar Mena goed zijn doel uit. Derde doelman van Frankrijk. Die ziet dat zijn teamgenoot in de middencirkel ligt. Geblesseerd. Blessure bij Benjamin André. Afgelopen week is hij 30er geworden. André die vorig jaar zomer overkwam van Stade Rennes voor 7 miljoen. Dat zijn de bedragen waar Lille voor koopt. Overigens, gisteren werd bekend dat zij Canadese superster hebben gehaald van AA Gent, Jonathan David. 20 jaar voor 27 miljoen euro. Als opvolger voor Osimhen moet hij voor de doelpunten gaan zorgen. Jonathan David zal een deze dagen worden gepresenteerd bij Lille. Osimhen die dus vertrok voor om en bij de 80 miljoen naar Napoli. Is daarmee de duurste Afrikaanse speler ooit. En vorig jaar zomer verkocht Lille ook al zijn beste speler. Spits Pepe voor 80 miljoen aan Arsenal. Dus de kassa rinkelt lekker bij Lille deze zomers. Maar het schroomt dus niet om flink te investeren. Zeg wel wat over de grootmacht uit Frankrijk. Klaas Leeuwin. Klaas zijn bal wordt gestuit door Renato Sanchez. Niks aan de hand. Gudmundsson. Loopactie van Idrisi aan de rechterkant. Links ligt de ruimte daardoor voor Wijndal. Duikt daar weer als vertrouwd het gat in. Zo zie je toch weer een flits van het spel van vorig jaar. Het herkenbare AZ. Wijndal. Voorzet daar. Boadu net niet bereikt. Botman. Wederom. En de doeltrap voor Mike Mignon. Heeft bij het Franse nationale team dezelfde status als Marco Bizot. Derde keeper. Moet nog wachten op zijn debuut. Mike Menon heeft twee keepers voor zich. Mandanda en Areola. Maar het gaat komen, vroeg of laat. Menon niet voor niets in de belangstelling van Chelsea en Tottenham op dit moment. Dus een grote kans dat hij de seizoenstart van de Fransen op 23 augustus thuis tegen Stade Rennes. De nummer 3 van het afgelopen jaar tegen nummer 4. Niet gaat meemaken. Dat zou zomaar kunnen, de keeper. We zitten natuurlijk nog volop in de transfers. Hier Wijndal, die neer wordt gelegd door Jeremy Pied. Die wordt even naar de scheidsrechter geroepen, naar Jafar Afouala. Ervaren Jeremy Pied, 2 jaar geleden overkomen van Southampton.
waar hij naartoe ging omdat hij voor de derde keer werd herenigd met zijn toenmalige trainer Claude Puel. Alleen na 6 wedstrijden kwam het noodlot voor Pied. Een zware knieblessure. En daarna uit de gratie geraakt bij Southampton. Klaasie die tussen de centrale verdedigers komt uitzakken. Het is een bekend beeld. Maar AZ Gudmundsson verliest de bal, maar krijgt daar een licht tikje op de hak. Het is voldoende voor een vrije trap. Tikje van André. Half uur gespeeld in Alkmaar. Waar nog altijd zonnig is. Klaasie stuurt de Wit diep, maar die bal is te hard. De Wit die daar naar het grond gaat. Nou, contact met Botman. Die kennen elkaar natuurlijk van de Ajax jeugdopleiding. Allebei bij Jong Ajax gespeeld. Dani de Wit trok naar AZ. Botman werd verhuurd aan Heerenveen. En nu dus de grote meneer werd vorige week op 1 augustus groots gepresenteerd bij de club. Samen met de transfervrij overgekomen Burak Yilmaz en Mexicaanse jeugdspeler van 18 jaar, Eugenio Pizzuto. Sanchez tegenover Gudmundsson. Die is hier voorbij. Dan Mitchell. Ja, behendig hoor van Sanchez. Die daar Pied vindt. Maar Koopmeiners als generaal staat daar als rots in de branding. Icone verliest daar weer de bal. Gudmundsson. Het idee op Idrissi is goed. Maar die eindpaas ontbreekt. Fonte. Meteen druk gezet op Svensson. Door Bamba. Verhulst ziet geen andere optie dan lang te spelen. Er staat geen enkele aanzetter. André. En de Wit vloert Renato Sanchez. Laat hem even liggen. Sanchez en Fonte, de twee Portugese internationals die elkaar makkelijk vinden daar. Bradaric. Sanchez, ja, fysiek heeft hij van een rugbier. Die jonge Portugees hier, mooie melsing met Klaasie. De Haarlemmer. En die zijn weer vrienden. Wie weet gaan ze elkaar van de week ook volgen op Instagram. André vindt de ruimte bij linksback Bradaric. Voor het doel is Yilmaz positie aan het zoeken, maar de bal gaat helemaal terug. Botman op Fonte. Daar Yilmaz even. Toch weer even de bal geraakt. Lekker voor een spits. Staat daar op een eilandje. Die veteraan. Met alle respect natuurlijk. En daar is hij. Nu moet hij afrukken en Verhulst. Dat was zijn moment. Voor Yilmaz. Bij zijn basisdebuut. Maar het is Hobby Verhulst. Die redding brengt. Oog in oog met de goaltjesdief. Belangrijk moment. Nu moet AZ weer opstaan. Voorzet vindt niemand.
Idrissi. En dan gaat Dani de Wit naar de grond. Die gaat liggen. Of zitten. Veel kleine blessuretjes deze wedstrijd. Dus daar is Martin Cruijff weer. Overigens geen familie van. Mocht u zich dat afvragen. Wat is er aan de hand met Dani de Wit? Dat zijn ze nu aan het overleggen. Maar wat een geweldige redding van Verhulst. De keeper die werd opgeleid bij AZ. Was tot 6 jaar geleden derde keeper. Toen toog hij naar MVV. Dat was geen groot succes in Maastricht. Kon daar nooit een basisplaats bemachtigen. Als jonge keeper. Toen is hij naar Volendam gegaan 5 jaar geleden. 3 seizoenen eerste keeper aan de dijk. Dat leverde hem 2 jaar geleden een transfer op naar Go Ahead Eagles. Waar hij 2 jaar het uitstekend heeft gedaan onder de lat. En nu dus terug op het oude nest. Hobby Verhulst houdt AZ op de been. Want Burak Yilmaz lag op de loer. Dani de Wit daar weer overleg met Slot en Joost van der Hoek. Clubarts. Ja, gaat gewisseld worden. Dat is een verlies voor AZ. Dani de Wit. Dan zou het kunnen dat bijvoorbeeld Oosting erin gaat komen. Of gaat er wat geschoven worden. Abu Ghlal staat klaar om in te komen. Zakaria Abu Ghlal. Zo moet je het eigenlijk uitspreken, heb ik van mijn collega bij NA Media geleerd. Van Erik Jan Brinkman, de AZ-watcher. Daar komt hij, Abu Ghlal. Mocht het de vorige keer hier in de Alkmaar tegen Genk als centrumspits doen in de helft. Kon weinig gevaar stichten. En nu is het de 20-jarige die rechts buiten gaat staan. Gudmundsson schuift daardoor op naar de nummer 10 positie. Daar kan hij ook uitstekend uit de voeten, de IJslander. Met zijn creativiteit en techniek. Maar de eerste verlies van vandaag voor AZ is het verlies van Dani de Wit. Voor rust. Laten we hopen dat het meevalt. Mocht ik nieuws krijgen, dan hou ik u uiteraard op de hoogte. Co Meiners, wat krijgen we nog te zien voor de rust? In het zomers Alkmaar. Waar het kwik hier tussen de stijgers van het in verbouwing zijnde aanvalstadion kan oplopen tot boven de 30 graden. Ik zou bijna mijn hangmat opknopen hier. Gelukkig is hier een lekker windje. Abu Ghlal gaat. Abu Ghlal. Koopmeiners geeft aan dat hij het heeft gezien. Maar Braderic was goed meegelopen, de linksback. Yilmaz. Maar Verhulst niet onder de indruk. Mietje even in gesprek met Renato Sanchez. 2 internationals. Mietje natuurlijk van Noorwegen. Die overigens veel op de bank moet zitten tot zijn ongenoegen. Maar ja. Bondscoach Lagerbeck heeft nog geen basisplaats voor hem ingewijd. In Alkmaar is hij een stille kracht op het middenveld. Frederik Mietje verlengde afgelopen zomer zijn contract nog tot 2023. Met 2 jaar verlengd dus. 26-jarige Frederik Mietje. Generaal op het middenveld. Even druk zetten van Arogo. Verhulst dan altijd weer met lange bal richting Boadu. Maar weer Botman die wint. Afvallende bal is voor Mietje. Ik ben benieuwd wat Gudmundsson laat zien op de teampositie. Svensson.
kijken of AZ hier iets uit kan halen. Met man en macht op de helft van Lio. Zoals Koopmeiners, de laatste man, staat er ruim 5 meter overheen over de middenlijn. Svensson, Boadu. Svensson moet hij maar uithalen of zijn landgenoot Mietje Wijndal. Idrisi, wat kan hij doen met zijn acties? Opening zoeken naar Boadu, maar daar zit Bradaric tussen. Sanchez, dan te hard doorgaan van Svensson. Botman. En Lewin. Met de zekerheid. Spelen maar over de zijlijn. Dan kunnen we groeperen. En tot nu toe de eerste 40 minuten voor Botman. Hier in balbezit. Doet het goed bij Lille. De eerste 40 minuten dus in Frankrijk. Of tenminste in Nederland voor in Franse dienst. Lille, oftewel het Nederlandse Rijssel, ligt in Noord-Frankrijk tegen de Belgische grens aan. Bijna 250.000 inwoners. Dus dat was prima bereisbaar voor Botman en co. Geboren en getogen in Bad Hoeverdorp, Sven Botman. Sanchez ziet de opening aan de rechterkant. Maar Mietje met een lichte overtreding. Een interessante positie voor een vrije trap. Menon, de doelman die bij de middenlijn de bal heeft speelt. En deze doelman zijn de ogen opgericht. Hobby Verhulst. Renato Sanchez. Nou, die heeft een aardige trap in de benen, maar het lijkt mij toch wel wat ver hoor, 25 meter. Ook Bradaric met links kan hem inkrullen richting tweede paal. Fonte wil de bal hebben. Staat nu met twee handen omhoog. Aan de rand van het strafschopgebied, bij de elleboog daar. Sanchez of Bradaric die uit beeld staat. Interessant moment, 3 minuten voor rust. Belabberd gespeeld van Sanchez. AZ niet bang om rustig op te bouwen onder de druk vandaan. Mietje. Mooie duels met Sanchez. Toch een kop groter en een paar fitnessjaren breder. Dan de controleur en balafpakker van AZ. Idrisi. Maar de vlag is omhoog. De reservespelers van AZ die zaten op de hoofdtribune gaan nu naar beneden om in de rust hun programma af te werken. Dan ben ik benieuwd of er zoals de afgelopen weken weer veel wissels komen in de rust. Of dat AZ verder bouwt op weg naar die o zo belangrijke wedstrijd over 17 of 18 dagen. Dan moet AZ er staan in één wedstrijd tegen dus Beşiktaş, de nummer 3 uit Turkije. Of Rapid Wien, de nummer 2 uit Oostenrijk. Of Victoria Pilsen, de nummer 2 uit Tsjechië. Aankomende maandag is de loting voor die tweede ronde van de voorronde van de Champions League. En er wordt ook bepaald of AZ uit of thuis speelt dat ene duel. Laatste minuut. En dan kunnen we toch stellen dat AZ een prima eerste helft op de mat heeft gelegd. Idrisi met een enorme kans
na iets meer dan 10 minuten. Ikoné aan de andere kant met er bijna niet te missen kans. En Yilmaz die zijn inzet gemist zag worden door Verhulst. En verder hebben we natuurlijk het uitvallen gezien van Dani de Wit. Een minuut of 10 geleden. Nu dan Abu Ghle. Komt daar nog een mogelijkheid voor AZ? Er zal wat blessuretijd bij komen door de blessuregevalletjes. Ja, dat is wat ongelukkig tegen de hand aangespeeld. Van Svensson. Mena die uitstekend redding bracht. Toen Idrissi er door was. Op weg naar die eerste goal voor AZ in de voorbereiding. Vorige drie wedstrijden natuurlijk met 1-0 verloren. Van Genk, FC Utrecht en PEC Zwolle. Maar zoals Slot al in een interview aangaf, zijn aan het toewerken naar die wedstrijd. Geeft veel spelers de kans, de tijd. En eerst moest de opbouw van achteruit verzorgd worden. En nu is het tijd om te kijken hoe het in de eindfase gaat. Dan werkt het mee dat Boadu er weer is. Alhoewel hij zich nog niet heeft kunnen onderscheiden deze eerste 45 minuten. Maar wie weet komt dat de tweede helft, als hij de tijd wordt gegeven. Want het kan natuurlijk ook omdat hij na zo lange tijd terug is, dat hij niet meer terugkomt op het veld. Dat was de eerste helft van AZ Lille, wat stormachtig begon. Voor beide doelen kans opleverde. De eerste echt enorme kans was voor Idrissi. Maar Menan wist die te verijdelen. En daarna dus een paar mogelijkheden voor Lille waar Verhulst in de weg stond. En het uitvallen van de Wit. Zo gaan we rusten met de zonnebrilstand in Alkmaar. Zien we u graag zo terug voor de tweede helft van AZ tegen Lille. Graag tot zo. Hallo? Hey, hallo. Wij zijn Avas. Je kent ons van dit theater, deze muziekbox en deze gasten. Maar wat doen we nu precies? Avas inspireert beter ondernemen. En dat doen we met deze mensen, dit product en op onze eigen manier. Wij vinden dat software ook maar een stuk code is als je het niet goed gebruikt. Doe dat wel, dan levert het tijd op. En daar kan je wel wat beters mee doen. Ja. Nou, bijvoorbeeld. Wil jij ons nog een keer ontmoeten? Check dan www.avas.nl. Onderweg in Alkmaar, ook hier, is het seizoen 2019-2020 begonnen. Goeie bol van Idrissi. Boadu. En dan is het raak. Dan is het eindelijk raak voor AZ. Als je van Stenks is goed, Boadu. En daar is het derde. Het gaat hard. Oude Jan schiet dan. Schiet tegen Stenks aan. En krijgt nog een schotkans. En die vliegt erin. AZ vlak voor rust. Overozen met links. Stenks. Ja! Colbin Stenks. Wat is hij ongelofelijk belangrijk. Colbin is de specialist. En dus is het 5-1. Nu misschien de mogelijkheid om te gelijk maken voor Boadu. Boadu doet het! Het is 2-2! Idrissi, Owen, Wijndal is in aantocht. Idrissi heeft het gezien. Wijndal, weer zo'n aanval. En nu wordt het wel afgerond. Dan is het 1-0 voor AZ. Beweging bij een aantal mensen. En Stenks die daarvan profiteert. En de bal zomaar binnenschiet. Nou dan, raak,
Geen wel buitenspel. Vlag is omhoog. Sorry. Idrissi. Komt er nog een zesde. Als het aan Idrissi ligt wel. Daar is de zesde. De paas van Stenks. Boadou. Boadou, ja, dan is het wel raak. Meegelopen is Wijndal. Wijndal 2-0. De Wit met de hak. Dat is een geweldige treffer. Hatsidiakos. Hatsidiakos. Daar is hij dan alsnog in de extra tijd. Micho. Nou, Micho, die valt binnen. Nou, Hatsidiakos, dat kan hij. Dat liet hij ook zien. Van de week in de competitie. En nu de gelegenheid om meer. En dat wordt nog feilloos afgemaakt, zegt Idrissi. Wat doet hij dat goed? Mietje heeft het dan niet helemaal onder controle. Wel de voorzet. Daar is Druijf weer. Ja! Ja, ja, ja! Ferdi Druijf! Hij is de held van Alkmaar. Het is afgelopen. AZ overwint het. Wat een krankzinnige wedstrijd was dit. Hier de supporters uit Alkmaar, dat zijn er een heleboel. En hier het mooie moment voor de spelers van AZ als die toch heilige grasmat van Old Trafford betreden. Nu gaat hij binnen. Heeft AZ toch dat doelpunt te pakken? Je weet wat hij doet. Dat zorgt voor balbezit en een kans voor Boadou om de score te openen. En dat doet hij. Het is de vierde minuut. Idrissi. Geweldige bal van achteruit. Idrissi. Nu wel 2-0. Wat een waanzinnige bal van achteruit. Arno wordt bedankt op velerlei wijze. Idrissi. Goed, doorgelopen Wijndal. Wijndal! Ho, 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 ho. Hard en hoog. Binnengeschoten, AZ op 2-0. Ben jij al koning bij Vomar? Met de Klant is Koningkaart profiteer je van extra voordeel bij je boodschappen. Je spaart voor keiharde knaken, waar je ook nog eens 6% premie over ontvangt. Daar kan geen bank tegenop. Zo werkt het. Voor elke euro die je aan boodschappen koopt, kun je voor 10 cent spaarpunten bijkopen. Die automatisch op je Klant is Koningkaart worden bijgeschreven. Bijna ongemerkt spaar je een flink bedrag bij elkaar. Hoe meer boodschappen je doet, hoe meer je kunt sparen. Neem je gespaarde punten op wanneer je maar wilt in een van onze winkels en ontvang 6% premie cadeau van Vomar. Ontvang je geld contant of laat het op je bankrekening storten. Zo zet je eenvoudig iets opzij voor wanneer het jou uitkomt. Bijvoorbeeld een vakantie, een cadeautje voor jezelf of een ander of een dagje uit met het hele gezin. Haal nu de Klant is Koningkaart op in de winkel, registreer hem online en start meteen met sparen. Haal meer uit je spaargeld en word ook koning bij Vomar, jouw supervoordeelmarkt.
Welkom terug in zomerse Alkmaar, het AFAS-stadion. Waar het, zoals u ziet, nog rust is. Dat is tussen AZ en Lille. Ondanks de tropische temperaturen heeft AZ een prima eerste helft op de mat gelegd. Met een, je zou hem bijna betitelen als niet te missen kans voor Idrissi. Maar hij ging er niet in. Had al na 11 minuten de 1-0 op het scorebord kunnen toveren. Daarna ontsnapte AZ een paar keer. Iconé, die halverwege de eerste helft Koopmeiners het bos instuurde en zijn lage schuiver voorbij de tweede paal zag rollen. En 10 minuten voor rust, de Turkse superster Burak Yilmaz, die zijn basisdebuut had kunnen bekronen met een doelpunt, maar Verhulst, die in de weg stond, Verhulst. Vandaag dus in de basis, omdat Marco Bizot ziek is geworden. Gisteren heeft hij nog gewoon meegetraind, het trainingskamp in Epe. Deze wedstrijd is de afsluiting van dat trainingskamp. Tot nu toe een prima indruk. Ik zou zeggen, laat via de live chat even weten wat jij van de eerste 45 minuten van Myron Boadu vond. De rentrée. En als je ondertussen wat verkoeling, wat drinken of eten hebt gepakt en je er zo meteen weer klaar voor zit, kun je ook nog abonneren op het YouTube kanaal van AZ. Dan mis je helemaal geen update als je 2 keer op het belletje drukt. Blijf je op de hoogte van interviews, wedstrijden. Toen kwam het in de poolfase uit tegen Ajax. Ajax dat Lille 2 keer naar huis stuurde, zo gezegd. In september werd in de Arena 3-0 de openingswedstrijd van de poolfase. En de voorlaatste speelronde won Ajax met 0-2 in Noord-Frankrijk. Maar het is geen lullig ploegje dus, Lille. Ik heb ook eens
heeft mijn collega-verslaggever Siert de Vos om raad gevraagd. Die heeft natuurlijk altijd restauranttips op Ziggo Sport. Vroeg of hij nog wat tips had in Lille, dus mocht hij binnenkort naar Lille gaan, naar Noord-Frankrijk. Rozo schijnt een geweldig restaurant te zijn. Aan de Rue de la Monnaie, hartjecentrum. En voor de visliefhebbers Quai 38. En El Siert die gaf voor mijn portemonnee als bescheiden regionale verslaggever de tip Friterie Meunier. Dat is de plaatselijke snackbar. Maar helaas komt er voor AZ geen return in Noord-Frankrijk. Had ik daar wat mee kunnen doen. Nu is de vraag dus wie gaan erin komen. Spelers op het veld in hun wedstrijdtenue. Maar gaat AZ dan ook echt, net als de vorige wedstrijd tegen Genk twee weken terug, het hele team wisselen? Wat in ieder geval mooi was bij AZ is dat op de bank Bo Reus zit. Reservekeeper, 18 jaar, geschoold bij Kolping Boys en zijn vader. Armand Reus is hier een van de topbeveiligers in het AFAS-stadion. Dus waar Armand Reus hier aan de rand van het veld stond, stond zijn jonge zoon op het veld. Die keek even om, want een paar meter naast hem toen Hobie Verhulst aan het oefenen was met uittrappen voor de wedstrijd, was Europees kampioen Renato Sanchez even zijn hoofd aan het koelen met een ijspack. En Bo Reus die keek daar even naar en die dacht, ja, daar staat hij toch maar wel. Grote sterren in Alkmaar vandaag. En klaar voor de tweede helft. Bij AZ zo te zien weinig wisselingen. Tijani Reinders wel in de ploeg gekomen. En Ferdi Druijf. Reinders voor Gudmundsson. Gudmundsson die natuurlijk voor de rust ook last van zijn knie had. Ferdi Druijf voor Myron Boadu. Dus we hebben een helft kunnen genieten van Myron Boadu. Ik zou zeggen, laat in de live chat even weten wat jij van de rentree vond van Myron Boadu. Dat zijn de twee wisselingen aan de kant van AZ. Druijf en Reinders. Tijani Reinders die vorige week 22 jaar is geworden. De middenvelder. En dan zijn we weer begonnen deze tweede helft. AZ tegen Lille met Koopmeiners. Bij Lille ook een aantal wijzigingen. Onder andere met nummer 19 daar, Isaac Lihaji. In de ploeg komen voor Burak Yilmaz. De routinier die zijn basisdebuut maakte. En het blijft hierin ook maar bij 45 minuten. Allebei de spitsen dus gewisseld. Zijn maatje voorin is wel blijven staan. Jonathan Ikoné, de 22-jarige Frans international. Botman. Het is Font uiteindelijk die een gele kaart krijgt. Voor het wild inkomen. Mooie positie voor AZ. Mitja wil hem op de rand van het strafschopgebied hebben. Maar arbiter Afuala geeft aan dat hij een paar meters verder ligt. Koopmeiners met links, uiteraard. Menon is zijn muurtje aan het formeren. Idrissi staat erbij. En daar dus Menon. Nog even tegen de paal leunen om te kijken of hij echt goed staat de muur. Want Koopmeiners heeft een specialiteit. Kan hier AZ aan de leiding schieten. Met deze vrijtrap. Teun Koopmeiners of wordt het Oussama Idrissi? Koopmeiners, stukje gauche, direct
Nee, het is het muurtje dat goed gemetseld stond door doelman Mike Minnel. En de Koopmeiners die meteen de hoekschop neemt vanaf de rechterkant met zijn linker. 22-jarige captain. Tweede paal, onder andere Ramon Leeuwin. Opsteek daar bij de eerste paal, bijna. Daar waren onder andere Druif en ook Wijndal. Dat was natuurlijk Abu Klaal. Nog een keer, Abu Klaal laat lopen en daar, voordat Druif gevaarlijk kan worden, is het Fonte. Ferdi Druif zal zijn kans willen pakken vandaag. Fonte zoekt hem weer op. Die 36-jarige Portugese international tegen de man uit Uitgeest. Koopmeiners, ja, gevaarlijk ingedraaid. Mignon weet daar amper raad mee. Die ervaren doelman, die inmiddels 3 seizoenen de eerste keus is in Noord-Frankrijk, kwam over uit de jeugd van Paris Saint-Germain 5 jaar geleden, Mike Mignon. Svensson zit daar goed tussen. In de rust maar 1 wissel bij Lille. Wel veel warmlopers langs de lijn. Die bezig zijn met hun warming-up. Dat hebben ze de afgelopen oefenwedstrijden wel vaker gedaan. Dan rond de 70ste minuut nog een hele sloot wissels. Hier Abu Klaal. Maar die speelt de bal tegen Botman aan. Hoekschop. Lille dat eerder oefende. Afgelopen woensdag tegen Excelsior Moeskoen. Belgische laagvlieger werd er met 1-0 verloren. Vorige week zaterdag werd het 2-0 gewonnen van Anderlecht. Tweede doelpunt van Arugo, een Braziliaan. En 2 weken geleden werd er met 2-0 verloren van Club Brugge. Dat tot nu toe de oefencampagne van Lille. Koopmeiners. Ferdi Druif komt daar aan het koppen, maar heeft ook een overtreding nodig. Op Botman. Sanchez heeft terug via Botman op Menno. Leeuwin scheelt van achteruit, hou hoog, hou ze daar. Aanwijzing aan de ingevallen Reinders en Ferdi Druif. En ook Idrissi moet meewerken, linksbuiten. En het sorteert meteen effect, AZ weer balbezit. Reinders, vorige week, of afgelopen woensdag speelde hij tegen zijn jongere broertje Eliano van 18. Allebei op het middenveld. Hij kwam er in de rust in bij AZ. Zijn broertje Eliano Reinders bij PEC Zwolle. De broedertwist. Mooie bal. Reinders. Abu Klaal heeft wat moeite om de bal onder controle te krijgen. Hier weer Reinders. Pikt hem op. Reinders. Technisch zeer begaafde speler. Idrissi. Owen Wijndal. Krijgt hij mee. Tegenover Pied. Reinders. Ja, die heeft wel eens briljante ingevingen met lopjes en hakjes. Erg creatief, Tijani Reinders. Een aantal seizoenen geleden kwam hij over van PEC Zwolle, waar hij toen net had gedebuteerd in de Eredivisie. En AZ was er op tijd bij om hem te contracteren. Hij heeft al aardig wat wedstrijden in Jong AZ in de benen, Tijani Reinders. Hij traint ook veel mee met het eerste. Koopmeiners
voor de rust aan de bal. Reinders gaat, gezien door Svensson. Reinders. Maar Botman die goed zijn lichaam gebruikt. Die linksbenige centrale verdediger die met rechts wegwerkt. Wijndal even eruit halen. Wordt gecoacht door Ramon Leeuwin. Reinders. Mietje. Net geen controle over de bal. En Rojo. De 24-jarige Braziliaan. Daar. De invaller. Lihaji. Met nummer 19. Maar goed ingrijpen. Even achterin rondspelen. Liel dat rustig gegroepeerd staat rond de middenlijn. In afwachting van een tactische set van de thuisploeg. Wijndal, behendig langs Rogge. Idrissi, paas naar Reinders, goed doorzien zo. André, die daar de bal even van dichtbij in het gezicht krijgt. Benjamin André. En daar het medisch team van Lille. Maar dat lijkt niet nodig voor de 30-jarige Bikkel. Even een slokje water is voldoende. Lille dat overigens vandaag speelt in zijn afgelopen week gepresenteerde nieuwe uitshirt voor het nieuwe seizoen. Had daar nog niet in gespeeld. Een nieuwe AZ-thuisshirt is inmiddels wel bekend. Niet alleen tegen Genk gezien. Maar ook afgelopen week tegen PEC Zwolle in aangetreden. Tegen FC Utrecht speelde het in het derde shirt. Het groen-gelige. Het storen van Lihaji. De Frans jeugdinternational van 19 jaar. Met rug nummer 19. Die dus in de rust is ingevallen. Ja, goede bal van Sanchez richting Bamba. Die is mega snel. Glijdt alleen uit. Het veld is gesproeid in de rust. Ook voor de wedstrijd. Want de grasmat ligt er als altijd weer geweldig bij in Alkmaar. Maar dat zijn we niet anders gewend van de groundsman hier de afgelopen jaren. Stevast. Een van de beste grasmatten van Nederland. Lihaji, ja, mooi balletje op Braderic. Pierre is dat natuurlijk, de rechtsback die was doorgelopen. Iconé heeft wat moois in gedachten. Maar de ruimte is klein en Leeuwin werkt weg. Uiteindelijk Pierre onder de voet gelopen. Ik weet nog wel van mijn Franse lessen op de middelbare school dat à pied betekent te voet. Dan gaat te voet weer richting eigen helft daar met nummer 26. Jérémy Pied en de vrije trap resteert voor Renato Sanchez. Of laat hij het over? Veel beweging in het doelgebied voor Verhulst. Sanchez, druif, schamt de bal. Lihaji.
Daar Botman en geen gevaar. Verhulst. Met snel de hervatting. Idrissi stond al een paar meter buitenspel. Het duurde te lang voor de Marokkaanse international. Verhulst heeft een goede trap. Bij Lille krijgen een aantal reserves instructies voor een invalbeurt zometeen. Wijndal. Koopmeiners. Verhulst wordt opgejaagd. Abouglal verliest de bal aan Renato Sanchez. Rogo, die drie zomers geleden overkwam uit zijn geboorteland Brazilië, van São Paulo. Club ook van Anthony, daar Sanchez. Maar veel roodhemden om hem heen, daar rond Schelschoengebied. Jeremy Pied, de speler die nooit scoort, en hij scoort! Daar is de openingstreffer van rechtsback Jeremy Pied. Het aantal doelpunten in zijn lange carrière is op één hand te tellen. Maar de 31-jarige rechtsback dompelt Alkmaar in ruil. Verhulst zat erbij, maar zag de bal in de verre hoek achter zich komen. En dus AZ weer op de bekende 1-0 achterstand. Arne Slot. Er is nog een half uur te spelen. Het veldspel van AZ is bij vlagen prima. Ja, nu de kansen creëren tegen een goede tegenstander als Lille. Die zich rechtstreeks heeft geplaatst voor de Europa League. Door een vierde positie in de Franse competitie. Vorig jaar natuurlijk Champions League tegen Ajax. Bal diep. Of Ferdi Druijf van Koopmeiners. Ja, het is eerder wel eens in Den Haag. Gelukt toen het nodig was tegen Partizan. Schampte Druijf de bal nog en bracht extase in Alkmaar. Nu zijn de omstandigheden iets anders. Sanchez. Bamba moet terug. Daar de doelpunt maken. Jeremy Pied op Iconé, maar Koopmeiners zit er goed bij. Pied door de beentjes. Zet even onder druk. Botman opgejaagd door Druijf. Bij AZ staat de hele leger daar klaar onderin om in te vallen. Voor de laatste kleine half uur. Rogge. Owen Wijndal. Die... goed verdedigd. Reinders steekt Druijf weg. Druijf tegenover Botman. Goeie bal daar. Idrissi met 1-1 mee. Het is Menan die in de eerste helft ook al in de weg lag. Idrissi met wederom een grote kans geboden door Druijf. Maar dit keer eenvoudig prooi voor Menan. En daar komt de wissels ook aan de kant. Van Liel komen een aantal wissels, dus er wordt even een notitieblokje erbij. Een hele leger dat erin komt. In minuut 62. Sugawara onder andere, Kramer.
betekent dat we met een zo goed als geel nieuw team spelen aan de kant van AZ. Linksback nu Aouyan. Links centraal achterin Maxime Gullit. Rechts centraal achterin Joris Kramer. Rechtsback Sugawara op het middenveld. Met de punten achter Goudmijn en Peer Koopmeiners, die eerder rechts achterin stond. Maar nu is daar dus Kramer en Tijani Reinders op nummer 10. Abu Ghlal aan de linkerkant, Druif in de spits, rechts voor Evjen. Onschadelijk gemaakt door Joris Kramer. Afgelopen week 24 geworden. En bij Lille onder andere die nummer 24 en 27 in. Soumaré en Nias. Soumaré. En Thiago Diallo, die 20-jarige die hem helemaal terugspeelt. Slordig. Joris Kramer. Wat een roerige periode, deze Joris Kramer. Deze zomer is hij in zijn appartementje getrokken in Heilo. Voor het eerst op zichzelf. Waar hij is opgeleid bij Foresters. Op zijn 12e kwam hij in de AZ jeugdopleiding, Joris Kramer. Heeft hij nu met zijn appartement in Heilo uitzicht op die andere club uit Heilo. HSV. Zat afgelopen jaar veel op de bank bijeen, deze Joris Kramer. En dit moet toch het seizoen van de waarheid worden. Hij heeft nog een contract tot volgend jaar zomer. Is inmiddels 24 geworden, dus kan ook niet meer bij de belofte meespelen. Juist nu met het gebrek aan centrale verdedigers zou hij zich in de kijk kunnen spelen. Reijnen met een poging. Maar meer dan dat verdient het niet. Recht in de handen van Mena. Ferdi Druif. Reinders. Opening aan de linkerkant. Abu Ghlal. Kan hij hem voor krijgen? Reinders. En via Fonte dan een hoekschop. Wordt het een korte variant op Goudmijn. Reinders gaat de bal trappen met rechts vanaf de linkerkant. Druif en Menon zien de bal aan zich voorbij gaan. Dan is daar Peer Koopmeiners. Sugawara met de opening. Verlengd door Reinders. Abu Ghlal. Abu Ghlal. Niks aan de hand. Lieuw wil een vrije trap. Reinders, oh behendig, Reinders. Reinders, oh, maar twee man is dan te veel. En gaat hij via hemzelf over de doellijn. En de volgende wissel bij Lieuw. In minuut 67 komt Mandava erin. En Menon heeft last van zijn hand. Dat is heel slecht nieuws. De derde doelman van het Franse nationale team. Want hij staat op de nominatie om getransfereerd te worden naar Chelsea of Tottenham voor heel veel miljoen. Maar een handblessure, dat zou goed in het eten gooien.
meteen een drinkpauze. Kun je ook abonneren op het YouTube-kanaal van AZ. Nogmaals, volgende week oefent AZ hier in Alkmaar om 6 uur tegen AS Monaco. Terwijl de medische staf met doelman Mike Maignan bezig is. Afgelopen jaar 12 clean sheets in 28 wedstrijden. Het seizoen daarvoor 15 in 38. Maar tegenover staat dat Bizot 17 keer de nul hield in 24 wedstrijden. Maar ja, Bizot is er vandaag dus niet bij. Bizot is ziek. Verder niks ernstigs. Hij heeft gisteren gewoon meegetraind. Maar daardoor vandaag Hobie Verhulst in het doel. Maar Mike Maignan. Naar de oplapwerkzaamheden. Meteen het veld wordt even gesproeid. Er is allemaal tijd voor. Reservedoelman bij de Fransen is Lucas Chevalier, 18 jaar. Die is zich aan het warmlopen. Of zal het meevallen met deze 25-jarige Mike Maignan? Zijn moeder is Haïtiaans, vader Frans. Geboren in Cayenne. Kent u vast van een grote automerk. Een luxe automerk. In Frans Guyana. Deze Mike Maignan. Het lijkt te gaan met hem. Dat is goed nieuws. Niet alleen voor de doelman zelf, maar dus ook... voor de club. In de lijnen gekomen dus Mandava. Reinildo. Hij is linksback. Dus die zal erin zijn gekomen voor Bradaric. Hokon Evjen, Geldmijn en Maxime Gullit. 19 jaar geworden in mei, Maxime Gullit, links centraal achterin. Voor seizoen 20 keer bij Jong AZ, deze nummer 40. U wist vast al dat de zoon was van Ruud Gullit. Ja, Kramer met de bal richting Abu Ghla. Doorzien, vond. Opgejaagd door Reinders. Verdient een inworp voor de thuisploeg. Reinders die tot nu toe een sterke indruk maakt. Vorig jaar 3 keer gespeeld voor AZ. 8 keer in de Eredivisie voor RKC Waalwijk. Waarna hij was verhuurd in de winterstop. Dekkersluiter waar hij het uitstekend deed op het middenveld. Maar ja, toen deed corona zijn intreden. Oude Jan. Joris Kramer, die ook overigens 2 weken in quarantaine heeft moeten leven een paar maanden geleden. Zijn vader had een keelontsteking. Had overigens geen corona, maar daardoor moest het hele gezin 2 weken binnen blijven. Vreselijke tijd. Kon dus ook niet trainen bij AZ. Oh, schitterend, Abu Ghla. Alleen glijdt hij dan weg, maar het technisch vernuft druipt eraf van die actie van Zakaria Abu Ghla. Kwam vorig jaar zomer over van Jong PSV, maar is opgeleid in Tilburg bij Willem II. Waar onder andere ook Frenkie de Jong natuurlijk vandaan komt en Virgil van Dijk. En aan hem de taak om hier uit te groeien tot publiekslieveling. Sukawara, oh, wat een goal! Yukinari Sugawara met de eerste goal in de voorbereiding. En wat voor een. Ongelooflijk. De jonge Japanner die de bal even in de kruising jengelt achter Maignan.
van een afstand die je zelden ziet. En deze Franse international dus geklopt. Die zag je niet aankomen. Die pegel. Maar hij slaat als sushi binnen in het net achter die Franse doelman. En daar is de eerste treffer van de voorbereiding van AZ. Het heeft 343 minuten erop moeten wachten. Maar dan heb je wel een hele mooie. En zo is het naar de rechtsback van Lille. De rechtsback van AZ. Die ook scoort. Jérémy Piet en Yukinari Sugawara. Als je daar 1 euro op in had gezet op de Toto. Dat allebei de rechtsback zouden scoren. Dan had je de rest van je leven niet meer hoeven werken. Wat gaat dit laatste kwartier nog brengen van vermakelijke wedstrijd? Diallo gezocht. 20 jaar jong. Door Lille overgenomen uit de jeugdopleiding van AC Milan. Dat gebeurde een jaar geleden. Ongeveer 5 miljoen. Speelde bij AC Milan onder 19. Lille dus veel jonge spelers met potentie. Jeugdinternationals. Dat zie je onder andere natuurlijk nu aan Botman die is gehaald. Schot bij de eerste paal eenvoudig weggewerkt. Vrije trap voor Yazici. De 23-jarige Turks international ook. Was maanden geblesseerd geweest. Maakte vorige week zijn rentree tegen Anderlecht. Kwam er toen ook na 71 minuten in. En Verhulst, hij zet zijn team neer. Iedereen staat op het randje van het strafschopgebied. Het is Yazici. Een van de drie Turken in dienst van Lille. Burak Yilmaz hebben we dus gezien. Selik zit niet bij de wedstrijdselectie. Gaan we dus vandaag niet in actie zien. Yazici. En Verhulst met twee vuisten. En er is al gevlacht en gefloten voor buitenspel. Verhulst die in 2004 op 11-jarige leeftijd naar de jeugdopleiding van AZ kwam. Vanuit KFC, Koog aan de Zaan. Speelde dus tot 2014 10 jaar bij AZ in de jeugd. Werkte zich op tot derde doelman. Maar daarna dus zoals gezegd via MVV, Volendam en Go Ahead Eagles. Nu weer terug op het oude nest. En hij is er heel blij mee. Robbie Verhulst. Diallo met de inworp. Mooi van Hakon Efjen. Goudmijn. 18 jaar pas. Ken het Goudmijn. Over zijn andere 18-jarige Tabouni vandaag niet bij de wedstrijdselectie. Die zal vanochtend ongetwijfeld dan met Jong AZ hebben gespeeld. Jong AZ speelde tegen Jong Ajax. Stond met 2-0 achter, maar won uiteindelijk met 3-2. En ook vandaag niet bij de selectie Thijs Oosting. Tabouni en Oosting zijn deze zomer definitief overgeheveld naar de A-selectie. Maar zij ontbreken dus vandaag hier in Alkmaar. Goudmijn. Combinatie. Daar Reinders. Daar is de ruimte voor Ferdi Druijf op weg naar de 2-1. Nee. Bal net te ver van zijn voeten. Ferdi Druijf was er door. Maar Menjan op zijn hoede. Is wakker geschud naar die kanonskogel van Sugawara. Die de wereld over zou gaan. Die gelijkmaker. Van de rechtsback die nu even op de grasmat lag. AZ dat de Japanse jeugd international Sugawara dus definitief heeft overgenomen. Had hem afgelopen seizoen gehuurd.
Hij heeft, heeft nu de transferrecht ook bedongen. Soumaré met de opening. Dat is iets te zonnig op Reinildo. De man uit Mozambique. Linksback Reinildo. Kramer. Even de versnelling voor Goudmijn. Heeft hij afgelopen jaren ook veel laten zien bij Jong AZ, waar hij al goede twee seizoenen ook zijn wedstrijden speelt. Kenzo Goudmijn, ook een van die vele talenten die op de deur klopt. Kramer. Sugawara. Nias. Reinders of niemand. Nog 10 minuten. Goede 10 minuten, want er komt ook genoeg blessuretijd bij. Gaan we nog een winnaar krijgen. Allebei de rechtsback dus gescoord. Jeremy Pied na 59 minuten. En in de 73ste minuut een wereldgoal van Yukinari Sugawara. De 20-jarige Japans jeugd international. Die dus overkwam van Nagoya Grampus in Japan. En zich opwerkt tot publiekslieveling. Sowieso buiten de lijnen, omdat hij altijd veel geintjes uithaalt met fotoshoots. Reinders achter Abu Ghraib. Kramer die stuurt van achteruit om meteen druk te zetten op de verdediging van Lyon. Mocht je trouwens nog vragen hebben voor AZ-TV. Na afloop wordt er natuurlijk de trainer en een speler geïnterviewd. Kun je die stellen in de chat. En als we een serieuze vraag hebben, wie weet wordt eruit gepikt door AZTV/NH Media. Mooie actie van Soumaré. Terugzetten van Ikoné. Een van de weinigen die is blijven staan. Het is natuurlijk Lihaji, nummer 19. 18-jarige jeugd international die een maand geleden overkwam van Marseille uit de jeugdopleiding, die nummer 19. Nogmaals, Lyon is ook een club die inzet op jonge talenten, jeugdinternationals, kopen voor een paar miljoen en dan doorverkopen voor veel meer miljoen. Zoals je ziet bij Osimhen, die vorig jaar nog overkwam de spits voor 22,4 miljoen van Charleroi. Maar deze zomer alweer getransfereerd wordt naar Napoli voor om en nabij de 80 miljoen. Handelshuis Liel. Lihaji loopt zich vast. Daar een mooie bal naar Druif ten val gebracht. Goede paas van Joris Kramer. De rechter centrale verdediger daar een gele kaart. Voor Diallo.
die AC Milan dus in de jeugd losweekte bij Sporting Club de Portugal. Thiago Diallo. Maar na een half jaar alweer voor een tienvoudig bedrag, namelijk 5 miljoen, werd verkocht aan Lille. Menjon. Teun Koopmeiners is er niet meer bij. Maar Aouyan en Reinders, die staan bij de bal. Aouyan met een serieuze aanloop. Captain. Thomas Aouyan. Ja! Wat zit hierin zeg! Wat een wereldgoals bij AZ Lille. Het is Thomas Aouyan. Wat een ongelofelijke beauty. En dan mag u zeggen wie de mooiste heeft gemaakt. Was het de kanonspegel van Sugawara of deze vrije trap van ruim 20 meter, misschien wel 25 meter. We moeten hem nog even uit gaan meten. Maar hij hangt. Menjon loopt er naartoe, maar vindt het niet de moeite om te duiken. Die Franse international daar, Mike Menjon. Die net wild aan het hoofd schudden was. Hoe is het mogelijk? Normaal zo moeilijk te kloppen in de Franse competitie. Maar in Alkmaar twee kanonspegels van ver buiten het strafschopgebied. Van Sugawara de rechtsback en linksback Thomas Aouyan uit de vrije trap. En AZ die met deze treffers de critici de mond snoert. Wat een beauties. Nu dan Yazici. AZ op weg naar de eerste overwinning in de oefencyclus. Een slot die al aangaf, ik maak me helemaal geen zorgen. Want we moeten eerst zorgen dat de opbouw van achteruit goed loopt. Daar hebben we de afgelopen weken naar gekeken. Nu gaan we kijken hoe we het in de eindfase doen. Veel uitgespeelde kansen heeft niet gehad. Alhoewel Idrissi twee keer gevaarlijk opdeuk voor Menjon. Eentje had hij er sowieso van moeten maken. Maar ja, als je op deze manier scoort, dan heb je een wapen extra. Sugawara en Aouyan. Er zat veel venijn in die vrije trap van Aouyan. Vorig jaar natuurlijk zijn basisplaats links achterin verloor aan Owen Wijndal. Die hem voorbij is gegaan. Zit zich te verbijten op de bank. Maar hij is de ideale 12e man, want Thomas Aouyan kan niet alleen linksback, maar ook op het middenveld uitstekend uit de voeten. In de jeugdopleiding heeft hij veelvuldig op het middenveld gespeeld. Pas de laatste jaren is hij naar linksback gegaan. Deze Thomas Aouyan, die AZ dus een paar minuten geleden op voorsprong bracht. Uit die weergaloze vrijtrap. Reinders. Kramer wordt opgejaagd door Liadji. Dan de paas van Koopmeiners wordt onderschept. Moeilijk hoek. Sugawara komt voorzet in eerste instantie. In tweede instantie schiet hij voorbij de tweede paal. Ouattara gaat de bal weer inbrengen. Yazici en verwulst. Moeilijk uit de draai van die Turks international. En het is Hobi Verwulst. Niet voor de eerste keer vandaag die redding brengt. Yazici. En Verhulst is snel bij de grond. Kiept een uitstekende wedstrijd. Stand-in van de zieke Marco Bizot. Fonte gezocht en een rolletje. Voor Hobi Verhulst. 3 minuutjes. Dus. En wat blessuretijd. Wat zou het mooi zijn dat AZ deze voorsprong kan omzetten in een overwinning. Aouyan richting Abu Ghla. Komt er niet. Het is de international van Mozambique. Reinildo, linksback. Hier Diallo. In zijn eerste seizoen afgelopen jaar 8 optredens in het eerste. Die jonge verdediger. Daar Reinders.
Het is de Caboglo die de overtreding maakt. Op Shaq Nias. Het is Reinildo die mee opkomt, maar niet voorbij Sugawara komt. De scheidsrechter kijkt op zijn horloge. En de bal van de voet van Bamba over de doellijn. Bamba en Ikoné zijn blijven staan. Dat is Fonte. Voor de rest iedereen gewisseld bij Leeuwarden. Daar aan de slot. Die kan tevreden zijn. Prima veldspel tegen de Franse grootmacht. En twee wonderschone doelpunten van de backs in de tweede helft. Sugawara en Aoyan. Mocht u dus nog een vraag hebben voor Arne Slot of een speler, kunt u die stellen via de live chat. Bamba tussen twee man in. Het is Sugawara die balbezit houdt. Maxime Gullit op Druif. Nou, kan het nog aardig binnenhouden die Druif. Bal op de hand, appelleert ook de spits. Kreeg hem nog bijna bij Reinders uit een onmogelijke positie. Diallo naar de grond gebracht door Tijani Reinders. Hier de jonge Franse international met nummer 24. Soumaré, controleur op het middenveld. Mega groot talent. Komt 3 jaar geleden over uit de B-ploeg van Paris Saint-Germain. Maar die nummer 24 is een van de volgende veelbelovende toptransfers van Lille. Wegwerken van Hakon Efien. Daar ligt de ruimte. Aboukla. Druif trekt de gat. Aboukla zelf. Reinders. Die vindt daar de ruimte, maar net te ver voor zich uit. En Reinildo krijgt daar bezoek van Peer Koopmeiners. 20-jarige broertje van Teun. Captain van Jong AZ, Peer Koopmeiners. Vorige week speelden ze dus samen centraal achterin. Peer Koopmeiners rechts, Teun Koopmeiners links. Van origine allebei middenvelders. Maar dus zeer veelzijdig inzetbaar. Familie Koopmeiners uit Castricum. Kramer. Op Aoyan. De twee jongens uit Heilo. Aboukla. Efien, nu een keer vanaf de linkerkant. Speler van het jaar in Noorwegen geworden. Bij zijn team Bodo Glimt. Onbegrip daar tussen Efien en Aboukla. Maar het maakt niet uit. AZ wint deze vierde oefenwedstrijd met 2-1 van Lille. Kwam nog wel na een klein uur op een 1-0 achterstand. Maar een mega knal van Sugawara in de 73ste minuut. En een vrije trap in minuut 84 van Thomas Aoyan van ver buiten het strafschopgebied. Zorgen dat AZ voor het eerst scoort deze oefenperiode. En ook voor het eerst wint. AZ boekt een overwinning van 2-1 op de Franse grootmacht Lille. Dat er sowieso uit gaat komen in de Europa League voor hun vierde positie. En zijn mooie generale voor Arne Slot. Eindelijk scoren na 3 keer een 1-0 nederlaag. Hij heeft de lachers op de hand. Er is uiteraard nog werk aan de winkel. Want over 17 of 18 dagen moet AZ er staan in die ene wedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League. Komende maandag wordt er geloot of er uit of thuis wordt gespeeld die ene wedstrijd. En wordt er meteen maandag bekend wie de tegenstander wordt. Wordt het Beşiktaş, de nummer 3 uit Turkije, waar Jermain Lens, inmiddels 32 jaar, onder contract staat. Oud jeugdspeler natuurlijk van AZ. Of wordt het de nummer 2 uit Oostenrijk, Rapid Wien, of de nummer 2 uit Tsjechië, Victoria Pilsen. Dat is voor maandag. Vandaag lachende gezichten, want het veldspel zag er bij vlagen
zeer goed uit. Herkenbaar net als vorig jaar. Kansen Idrissi had moeten kunnen scoren. Hij heeft zijn rentree gemaakt, maar een bal doen. Botman, zijn debuut voor Lille, had hem aardig in de tas. Maar AZ wint wel met 2-1 door afstandpegels. Wonderschone doelpunten van Yukinari Sugawara en een vrije trap van Thomas Aujan. Graag tot volgende week tegen Monaco. Ik zou zeggen, abonneer je nog even op de YouTube-pagina van AZ. Dan mis je niks. Ook niet de reacties na afloop. Misschien wordt jouw vraag wel gesteld aan trainer Arne Slot of een van de spelers. Geniet van het zomersweer in dit weekend. Graag tot volgende week zaterdag tegen AS Monaco om 6 uur.